Welkom bij deze aflevering van Samen voor de Zorg. Ik val maar meteen met de deur in huis. Er zijn zorgen over de zorg. We hebben een prachtige reformatorische zorginstellingen, maar dat is niet vanzelfsprekend. Er staat een dubbele vergrijzing voor de deur en er komt een groep aan die de zorg hard nodig heeft. En dat betekent dat we vanuit de samenleving meer steun moeten geven. Daarover praat ik vandaag door met Jenneke Hazen. Zij is docent bij de sector gezondheidszorg hè, op het uh, Hornbeek in Aveldoorn. En Marel van den Berg zit bij mij aan tafel. Zij is uh, MBO-verpleegkundige en nog aan het doorstuderen om ook wijkverpleegkundige te gaan worden. Uh, en dat doet ze op de CAE. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Uh, Marel, om eens met jou te beginnen. Waarom koos je voor de zorg? Nou, eigenlijk is het begonnen met uh, dat mijn moeder uh, wat zorg had zij nodig gehad. Zij heeft rugpijn, dus uh, ook chronische pijn. Dus vandaar dat dat mij al begon te trekken uh, van jongens of aan. En daarna heb ik ook op de Fruitsier nog een snuffelstage gelopen. En dat trok mij ook heel erg. Er was ook een stage in de zorg. En vandaar dat ik eigenlijk ook nou ja, heb gekozen voor de zorg. En nou ja, wat mij dan echt trekt aan de zorg is vooral... Nou, het geeft mij heel veel voldoening. Dat ik denk, ja, het zorgen voor anderen, voor mensen in een kwetsbare situatie. Je bent wijkverpleegkundige. Hoe ziet jouw werkdag eruit? Uh, vaak begint mijn werkdag eigenlijk met een uh, route uh, en dan uh, ga ik bij de cliënten langs, geef ik hun de nodige zorg, uh, maak ik even een praatje, weet ik ook hoe het gelijk met hun gaat, dus dan, uh, dat is heel fijn altijd. En daarna ga ik eigenlijk naar het kantoor en dan uh, doe ik, nou, soms indicatiegesprekken als er nieuwe cliënten zijn, uh, nou, kijk ik of zorgplannen aangepast moeten worden, uh, overleggen. Uh, nou, ik kijk dan naar situaties waar ik me zorgen over maak. Uh, heb gesprekken met families van de cliënten. Uh, nou, bel zo nodig huis had, uh, overleggen, dus ja. Dus. Ja, super veelzijdig dus. Ja. Ja. En Yenneke, jij uh, bent uh, docent. Dus jij leidt mensen op voor deze uh, prachtige baan. Maar gaat dat, ja, hebben jullie genoeg aanmeldingen? Nou, we zitten redelijk op... Uh, op orde, dat uh, de aanmeldingen zijn gewoon zoals vorig jaar. Maar we merken wel uh, bij de scholen rondom ons heen dat het ook minder gaat worden. En als je kijkt naar de toekomst, dan is er gewoon heel veel zorg nodig. Veel kwetsbare mensen, veel kwetsbare ouderen die uh, komen. Naast de ouderen ook gehandicapten en uh, ja, mensen die andere zorg nodig hebben. Dus ja, het is wel belangrijk dat we mensen blijven opleiden. En hebben we genoeg aan alleen mensen in de zorg? Of... Uh, zou dat eigenlijk wel breder uit de maatschappij moeten komen? Nou, ik, ik vind het heel belangrijk. We hebben die, 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 die soort ketting, die schaken van school, kerk, gezin. Maar ik zou daar ook samenleving en ook de zorg bij uh, willen zetten. Ik, uh, ik was vanmorgen nog even dit aan het voorbereiden. Uh, en toen las ik gelaten zes van uh, het is goed om ook uh, anders lasten te dragen, maar ook om. Ja, een uh, goed te zijn voor uh, je medemens, voor alle mensen, maar ook voor de huisgenoten van het geloof. En uh, ik denk dat dat wel uh, meer benadrukt mag worden. Dat wij uh, ja, ook moeten dienen. En dat is niet alleen uh, de mensen uit de zorg. Die zijn heel hard nodig. Dat hebben we bij coronatijd gezien. En dan zag je ook de noodzaak dat iedereen dat heel belangrijk vond. Maar ik vind dat die, dat, dat belangrijk, dat. dat ja, het ebt een beetje weg. Dus ja, ik... heb je het gevoel ja. dat we waren toen heel enthousiast. Ja. Ik kan me herinneren dat we allemaal stonden te klappen... voor de ja. zorgmedewerkers. Maar dat is eigenlijk weer een beetje weggecijpeld. Zeg maar. Ja, en dat, dat is misschien ook wel logisch. Omdat je er met z'n allen misschien niet zo meer aan wil denken. Maar ik denk wel dat we ook in onze gezinten moeten mobiliseren. Ik sprak op, uh, tijdens mijn vakantie in Oostenrijk... twee uh, mannen die uh, vrijwilligerswerk deden... En die uh, reden bijvoorbeeld verstandelijk beperkte naar de dagopvang. En uh, ze kwamen beide uit de bouw. En uh, ze dachten eerst: van ja, kan ik dat wel? Maar we zouden met z'n allen eens kunnen kijken: van wat kan ik met mijn beroep toch uh, doen om mensen uh, ja, te dienen en te helpen? Want we hebben elkaar allemaal nodig. En het noberschap is uh, in onze contraien heel erg. Uh, Prominente duiding, dat is reizen. Dat is reizen, ja. ja. Uh, dat is heel erg aanwezig. En we gaan die netwerken ook nodig hebben. Want de overheid heeft ook niet het geld, maar er zijn ook te weinig mensen. Dus wij moeten nu moeten we gewoon met z'n allen nadenken. En ik zou ook de luisteraars willen oproepen. Ja, stimuleren ook mensen van als ze misschien denken: van ja, ik twijfel of ik dat kan ja je ziet ook best wel heel veel zijinstromers die vanuit het vrijwilligerswerk toch een baan in de zorg gaan uh, zoeken en, uh... ja ik ben heel benieuwd eigenlijk Marel herken jij dit in de praktijk dat je denkt van oh ja ik zou eigenlijk best wel uh, wat extra mensen kunnen gebruiken of het zou fijn zijn dat er wat meer hulp is ja zeker je ziet inderdaad dat er echt wel uh... En de verrijzing is er natuurlijk. En uh, dat wordt steeds meer. Dus er zijn ook steeds meer uh, zorgverleners nodig. En dat is absoluut, dat herken ik. En dat denk ik ook da daarom zo belangrijk is. Uh, dat je kijkt van kijk om je heen, waar kun je nog een helpende hand zijn. En het hoeft niet eens groot te zijn, maar echt kijk in de buurt. En, uh, Aan wat voor kleine. Uh, dingen waar, waar zouden jullie zeg maar heel erg mee geholpen zijn? Want ik kan me voorstellen niet iedereen kan wijkverpleegkundige worden. Maar wat is nou iets waarvan jij zegt: nou, dat zou iemand best naast mij kunnen doen? Um, nou, een voorbeeldje is dan bijvoorbeeld het um, maken van een maaltijd voor uh, de buurman uh, die het zelf niet meer kan. Uh, Waardoor je toch nou, de buurman is voorzien van hem altijd. Om gewoon alleen al bijvoorbeeld even te gaan koffie drinken. Dat is ook al heel uh, waardevol. Um, ook voor mensen dat ze even kunnen praten, gewoon uh, welbevinden, heel belangrijk. Uh, ja, dat soort dingen. Dat is zeker al uh, heel. Uh, dat draagt al bij. Ik zag van de week was ik bij een uh, avond bij ons in de Kerk. En uh, nou, dat was een oudere mevrouw en uh, die uh, was toch meegenomen door een jonge iemand. Ik denk, nou, misschien had ze uh, anders die avond uh, toch wel thuis gezeten. Dus je kunt ook mensen stimuleren om mee te gaan naar een activiteit of uh, ja, uh, 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 fietsen, een wandeling. Als je met een buur, uh, buurvrouw of buurmannen gaat wandelen, misschien kun je dan iemand die toch thuis zit, kijken of je die mee kunt nemen. Precies, het zijn eigenlijk ja. ook soms gewoon de kleine en de, de simpele dingen. We moeten het misschien ook niet te ingewikkeld uh, maken voor onszelf. Op welke manier motiveer jij mensen, Jenneke, om uh, in de zorg aan de slag te gaan? Maar je, je hebt de afgelopen jaren heel erg gezien, en uh, dat komt ook een beetje dat ze in de zorg uh, en welzijn, uh, dat er ook de marktwerving uh, is gekomen. Maar het, is een, het zijn dienende beroepen. En uh, jonge mensen vind ik dat eigenlijk ja, allemaal gestimuleerd moeten worden om iets naast het gewone beroep te doen. Nou, wij zijn uh, met Hoornbeek uh, Breed met allerlei projecten bezig. En uh, we zijn uh, hier in Apeldoorn met twee projecten bezig. Maar we deden in het verleden heel vaak de zorg- en welzijnstudenten. Maar nu hebben we ook uh, de groep uh, economiestudenten die betrokken worden. En die gaan dan toch anders kijken. Die, die begrijpen dan van: oh, zo is het dus als je heel de ochtend alleen thuis zit. En heel veel plezier uh, beleven aan dat ze een oude iemand van 90 jaar een prachtige ochtend hebben verzorgd. En dan kunnen ze zelf heel veel leren. Uh, maar ze zien dan ook van: ja. Als ik later oud word, dan zou ik ook wel heel graag geholpen willen worden en erbij betrokken wil, willen worden. Herken jij dat, maar heeft het jou veranderd? Dat je bent gaan werken in de zorg en dat je denkt, ja, ik ben ook eigenlijk wel anders tegenaan gaan kijken? Ja, zeker. Ja, door echt uh, de ervaring op te doen voor het zorgen. Dat het... Ja, het geeft zoveel voldoening. En ja, ook al de kleine dingen, een gesprekje van, ook al is het maar een minuutje, maar... De mensen die je krijgen daar, ja, worden daar zo blij van, dat ze zijn inderdaad gewoon eenzaam zie je vaak en uh, ja, dat dat zoveel uh, ja voldoening geeft voor mij. Ja, wat maakt of wat zijn de belemmeringen dat jongeren niet in de zorg blijven werken, maar naar een andere sector overstappen? Nou, we zien uh, als je tien of twaalf jaar geleden keek naar de opnames binnen de zorginstellingen, dan was de zorgswater Echt veel uh, minder uh, zwaar. Dus je krijgt steeds hogere uh, indicaties. Dus mensen die veel meer zorg nodig hebben. Ook soms mensen die uh, ja, getild moeten worden. Maar ook dat er heel veel uh, werk uh, omheen uh, komt kijken. Uh, het contact met de familie. Nou, bij heel veel mensen loopt dat goed. Maar er zijn ook wel families die uh, van allerlei dingen verwachten. die eigenlijk niet meer kunnen. Bijvoorbeeld, een afwasje doen. Of uh, nou, dat ze uh, uh, denken: van, ja, uh, dat deden ze vroeger ook. Dat uh, moet nu ook gebeuren. Ja, dat maakt het ook. De, de verwachtingen zijn soms ook hoog. Ook in onze gezinnen. En het, het geld is er ook gewoon niet. En uh, ik denk ook wel dat heel veel mensen in de zorg binnen onze instellingen dat stapje ook extra doen. En dat er ook gezien uh, andere instellingen dat er meer vrijwilligers zijn. Maar die tijd gaat echt uh, veranderen. En die werknemers die voelen die stress wel. Ze willen vaak veel meer doen, maar het kan niet meer. En, Herken uh... jij dat, Marel, dat de verwachtingen hoog zijn? Ja, zeker. Inderdaad, je merkt ook wel nou ja, van families dat er bepaalde wenstijden worden aangegeven. Maar ja, daar, daar kunnen we niet meer aan voldoen. En dat is ook lastig. Um, ja, houd je ook wel gesprekken over met families en daarin leg je ook wel uit ja weet je dat kan niet meer en we proberen daarin altijd wel mee te denken en te kijken naar oplossingen en steun voor ze hebben een medische indicatie zoals medicatie wat ze door dementie zelf echt niet meer en met een hulpmodel niet kunnen innemen dan dan kijken wij daar zeker naar maar het is inderdaad wel ja wel eens dat je merkt dat het lastig wordt ja, ondanks alle belemmeringen wat maakt het toch zo waardevol en zo mooi om in de zorg aan het werk te gaan, Jenneke? Nou, ik wil, ik wil eigenlijk niet spreken over belemmeringen. Want uh, ja, we, we maken het misschien heel groot, maar ik zie leerlingen die echt vreugde hebben van hun werk. En ook uh, met heel veel passie dat doen. En dan kan het soms zwaar zijn, maar je krijgt ook heel veel terug. En uh, dat is misschien niet altijd in het materiële. Maar wel ja, dat mensen ja, net een klein kaartje sturen. Of uh, ja, je iets toestoppen waar je heel blij van wordt. En dat hoor ik ook altijd terug. En ik vind ook alle studenten... Ik heb van de week heel veel les gegeven. Dat is nog steeds het leukst. Dan zie je ook die... Ja, ze zijn echt betrokken. Ze willen ook die eerstejaars. Ze gaan er gewoon voor. En... Uh, ja, laten we dat ook gewoon met z'n allen stimuleren. Ja, in onze reformatorische instellingen vinden we het natuurlijk ook mooi om iets van ons geloof mee te nemen en onze identiteit uit te dragen. Uh, hoe krijgt dat een plek in de opleiding, uh, Jenneke? Nou, dat wat ik net uh, zei: van dat je ook uh, denkprocessen in gang zet. Van, uh, ik stelde bijvoorbeeld de vraag de afgelopen weken van uh, nou, ik ga. Uh, uh, ik ga je iets vertellen en uh, een gesprek aan over de zorg en hoe we de mensen uh, uh, in die zorg kunnen betrekken. En toen zei ik van, dan zou jij willen werken in de, uh, in de zorg waar, uh, ja, met een christelijke identiteit, reformatorische identiteit. En toen bleef het even stil. En toen zei ik van, ja, stel je voor dat jij later verzorgd wil worden, dan hebben we ook mensen nodig om jou te verzorgen. En dan ga je daarover in gesprek. En dan vraag je ook van, wat, wat heb je nodig om ook, uh, want ja, ze kunnen niet allemaal werken in uh, reformatorische instellingen. We moeten ook andere mensen verzorgen en helpen. Maar dat, dat je dan ook nadenkt van, wat kun je doen om te laten zien dat je vanuit een ander uh, perspectief iets doet? En uh, ik was vanmorgen, uh, kwam ik een kaartje, dat ik, had ik gekregen van een collega. En daar stond op, neem mijn leven, laat het heer, toegewijd zijn aan uw eer. En ik denk dat uh, dat ook wel een belangrijke is om mee te geven. Van, je bent niet alleen bezig met je vak. En tuurlijk uh, moet er gewerkt worden. En we, uh, heb je ook zelf financiën nodig om rond te komen. Maar het zou heel mooi zijn als je vanuit dat perspectief dan ook uh, je werk vormgeeft. En dat vind ik wel heel mooi. Ik zie bij studenten, maar ook bij volwassenen die ik opleid... Dan zie je ook dat, dat daar ook de vragen zijn en uh, dat, ja, dat we daar met elkaar over nadenken, dat dat ook wel een stuk kracht geeft, een stuk ja, vitaliteit. En in de opleiding krijgen studenten ook les in hoe om te gaan met vragen die misschien vanuit cliënten komen of die geloofsgerelateerd zijn? Ja, dat. Uh, ja, gisteren had ik nog een heel mooi voorbeeld dat iemand. Uh, ja, een zorgvrager had gevraagd om uh, toch een psalm te zingen. En um, ze kon het zelf niet meer, maar dat dan ze uh, zorgvrager dat wel kan. En ik weet van Marel uh, ja, dat, dat, uh, dat dat soms ook wel voor jezelf aangrijpend is, maar ook iets heel moois. Want ja, mensen geven soms een hele mooie boodschap mee. Ja, hoe is dat voor jou in de praktijk? Komt het, ja, merk je zeg maar het verschil dat jij bij een reformatorische instelling werkt uh, en niet uh, zomaar in een zorginstelling? Ja, dat merk ik echt wel zeker. Inderdaad. Uh, nou, aanvullend op wat Jannike zegt ook: van, uh, nou, met de psalmen zingen en uit de Bijbel lezen. Uh, bij bijvoorbeeld terminale cliënten. Ik heb ook wel een cliënt gehad die inderdaad ook echt de boodschap mee. Geef van uh, Zoekgod en uh, dat we ook hele waardevolle gesprekken hadden. En ja, echt heel uh, bijzondere ja, momenten. Uh, ja, wat mooi. Het werkt dus eigenlijk twee kanten op als ik jou ja, zo hoor. Dat het, klopt. Het biedt jou iets. Um, en heb je het idee dat je dat dus in de opleiding al voldoende hebt geleerd? Of was dat iets wat je in de praktijk pas tegenkwam? Um, in de opleiding heb ik al zeker heel veel handvaten voor gekregen. En, en natuurlijk in de praktijk uh, ontwikkel je je daar steeds verder in. Dus dat, uh, ja, ik heb zeker vo ja, voldoende geleerd op de opleiding uh, voor de praktijk. Uh. We zeiden net nog in de auto gewoon uh, van, uh, ja, het heeft, dan, de, dan gaat het, dat is eigenlijk het belangrijkste van het leven, dan wil je dat bespreken. Ja, en ja, dan wil je graag dat er iemand naast je staat die dat misschien begrijpt, uh, ja. je daarin kan steunen. Ja. 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 Zeker, ja. En ook op de palliatieve zorg, inderdaad. Dat wordt ook heel veel bij ons ingezet. En je merkt ook gewoon dat. Um, dat cliënten daar heel veel baat bij hebben. En dat er ook wensenboekjes worden ingevuld. En dat er. nou ja, echt heel veel. Uh, ja, dat het heel veel. Uh, waarde heeft voor mensen. Dat het heel waardevol is. Nou, en we zien natuurlijk nu. Uh... Nou, Insta, uh, Snapchat, uh, TikTok. Nou, er worden eigenlijk heel veel mooie dingen uh, van uh, jonge mensen, ouderen, middelbare leeftijd getoond. Maar als je kijkt uh, naar de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling op de aarde, dan keek hij juist naar het kwetsbare. Dus dat is ook goed om mee te geven van, uh, ja, hij was met innerlijke ontferming bewogen. En hij paste ook uh, zijn manier van communiceren aan. Met mensen die die voor zich had. Dus ik vind dat ook wel heel mooi om daar met de studenten over te hebben. Van uh, ja, we zijn, we zijn uh, kwetsbaar. En uh, ja, het leven is niet altijd heel mooi, want dat, dat geeft de wereld ons. Maar ja, we hebben ook. Uh, ja, er zitten, het leven is ook met doornen en distelen. Nou, ik hoor jou zeggen dat er ook allerlei. Technologie is. Ik neem aan dat je dat niet als wijkverpleegkundige allemaal hoeft te kennen. Betekent dat ook dat uh, uh, ICTers of anderen een, een goede rol zouden kunnen krijgen in de zorg, uh, Jenneke? Nou, ik denk, uh, kijk, als uh, jonge lui zijn vaak heel goed met hun uh, mobiele telefoon en allerlei andere middelen. En uh, ouderen zijn daar toch uh, soms wat huiverig in of ze weten niet precies hoe het moet. Nou, dat zou heel mooi zijn om dat te gebruiken van een soort kennisoverdracht van jong naar oud. En uh, ja, zo kun je met elkaar heel veel uh, leuke dingen doen. En uh, nou ja, er zijn uh, allerlei uh, misschien nieuwe ontwikkelingen die uh, nog niet zo bekend zijn. Misschien zijn mensen uh, zijn, uh, middelen aan het ontwikkelen. Nou, hoe, hoe brengen we dat onder de aandacht? Zodat ook uh, je hebt, je hebt, voor alles heb je. Um, ja, een opvoedkundig op boek voor pubers. Je hebt een uh, baby-pedagogiek, je hebt pedagogiek voor nou, kleuters. Maar hoe gaan we met uh, de kwetsbare mens om en hoe kunnen we dat met z'n allen vormgeven? Nou, dat, dat zou heel mooi zijn om dan ook uh, mensen al een stukje voorlichting te geven: van wat kunt u doen? Uh, zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven. Want dat is wel de tendens. Ja, nou, dan, Dat stimuleert je, de ja. overheid. Hè, dat ja. we langer thuis blijven wonen. Dus ja. dan zou dat heel mooi zijn. Dat die jonge mensen die heel goed met die middelen om kunnen gaan. daar een stukje uitleg over geven. Dat haalt al wel wat druk weg. Ja. En. Uh, hoe is dat voor jou in de praktijk? Denk je dat dat haalbaar is? Of kan het eigenlijk ook wel botsen? Uh, dat er opeens. Ik kan me voorstellen, jij bent een professional, je weet hoe zorg werkt. Uh, en komt er een uh, vrijwilliger aan die denkt: Oh, ik ga het ook wel eens even oplossen. Nee, ik zie dat als heel positief, juist. Want ik denk inderdaad dat we met z'n allen veel meer uh, kunnen bereiken. En weet je. Uh, voor ons scheelt dat ook gewoon heel veel tijd, inderdaad. En dan kunnen we nog weer investeren in de zorg uh, aan de cliënten. En ik denk zeker dat inderdaad, jonge mensen, als zij uitleg geven over technologieën, dat zij dat zeker kunnen. Want ja, we kunnen een handleiding sturen en we kunnen nou, ze kunnen informatie opzoeken. En dat moet zeker. Uh, ja, dat zie ik als een heel mooi. Uh, ja. Ja, het kan heel simpel zijn, ja. hè? van uh, we moeten uh allemaal iets meer doen aan onze leefstijl. Nou, een van de uh, Bravo-letters is meer bewegen. Nou, hoe installeer je een stappenteller? En wat kun je allemaal? En hoe kun je je eigen uh, hartslag meten? Wat heeft het werk in de zorg jou gebracht? Um, nou, in ieder geval uh, veel meer mensenkennis, denk ik. Uh, heel veel ervaringen. Um, en ook nou, een hart voor de zorg. En uh, ja, dat ik. Uh, zeker uh, alleen maar blij van wordt... en uh, dat ik enthousiast naar mijn werk ga... en uh, enthousiast weer terugkom. Uh. Ja, zeker. Kortom, als ik het zo hoor... is het een feestje om in de zorg te werken. Niet iedereen zal als een professional... aan de slag gaan natuurlijk... maar er zijn genoeg kleine dingen... die jij als vrijwilliger kan bijdragen. Daarvan hebben we mooie voorbeelden gehoord... van Yenneke zojuist. Wil je nou nog meer weten? Kijk dan ook even op de pagina... www.samenvooronzezorg.nl